Na de Cotta Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers, voornamelijk ex-knilmilitairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost warmpjes in te stoppen, want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer. Niet minder dan 32 baby's kwamen gedurende de overtocht ter wereld. Op de vorige reis van dit ooievaarschip waren het er ongeveer 60. Bij de ontscheping bleek dat de meeste vrouwen, daartoe vermoedelijk wel gedreven door vrouwelijke ijdelheid, de katoenen sarong en de baadjes prefereerden boven het warme trainingspak waarvoor onze regering in Port Said had gezorgd. De kleine kinderen verlieten het schip in de meest vreemdsoortige kleding. In de grote douaneloods, waar ze moesten wachten tot de bagage gecontroleerd was, groepten de mensen die rondom de warme kachel. Met autobussen werden de ambulances naar Amersfoort vervoerd om daar een medische keuring te ondergaan. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawa's, hier alleen maar vlak, laag land onder laag hangende grauwe regenwolken. In het demobilisatiecentrum in Amersfoort stond de reistafel gereed. Van hier zal het merendeel der Ambonezen spoedig doorreizen naar het kamp Schattenberg, het vroegere Westerbork. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland.